zijn in deze nieuwe video van Sessiness for You. En vandaag is het zover. Wij gaan de prijs uitreiken. Ja. Het mooie Essence pakket. En wat hebben er veel aan meegedaan. En wat hebben er veel abonnees erbij gekregen. Ja, welkom allemaal. Maar er zit natuurlijk wel een kantlijntje aan. Ja. Want er zijn heel veel mensen die het fout hadden. Ja. We hebben natuurlijk 2 codewoorden in de winactie zitten. Ja. We hebben het zelfs nog een paar keer aangegeven als hint. En we hebben dan gisteren ook best wel lang zitten filmen achter de laptop met het programma wat wij gebruiken. Om eerlijk een reactie uit te kiezen. Want het waren veel foute reacties dan. En ook een paar van, ik doe niet mee, want ik win toch nooit wat. Ja, je had dus wel kunnen winnen, want je werd uitgekozen. Als eerste zelfs. Ja, als eerste zelfs. Dus we laten jullie straks het fragment zien met de winnares. Ja. Nu kun je natuurlijk heel snel doorspoelen. Maar dan mis je wel het codewoord van deze video. Ja. En dat is pet. Dus ik zou even wachten, want misschien komt er nog wel een codewoord. En mis je die ook. Ja. Maar voordat we dit dus gaan doen, druk even op het duimpje omhoog. En we wachten even. We wachten even. Oké. Abonneer nog even en druk ook even op belletjes zodat je geen enkele video hoeft te missen. En we zijn natuurlijk 2 dagen later met deze video. Ja. Dat was omdat ik echt heel veel pijn had. Vorige week hebben we natuurlijk ook een video opgenomen van de LOL Pearl Surprise. Dat hebben we buiten gedaan op het strand. En vanaf de dag daarna kon ik bijna niet meer lopen van de pijn. Dan kun je bijna niet voorstellen dat het komt van een klein stukje op het strand lopen en dat opnemen. Maar dat is dus de rottige chronische ziekte die ik heb. Als je iets doet wat je normaal niet doet, dan heb je de volgende dag soms spierpijn alsof je een halve marathon hebt gelopen. Ja. Dus ik kon bijna niet zitten, niet liggen, helemaal niks. En daar heb ik natuurlijk pijnstillers voor. En ik word natuurlijk ook niet beter daarvan. Maar ik voel me vandaag wel weer iets beter. En dus dachten we gaan dat gewoon vandaag filmen. En onze vaste kijkers weten dat. En hebben er ook geduld voor als het goed is. Ja. Want anders, ja. Gaan we verder? Ja. En Indy heeft nog iets leuks in de hand. Want nadat we zo de prijs gaan uitreiken, gaan we een nieuwe LOL-bal openmaken. En dit is Pet. En dan de Wave 2. Want we hebben gisteravond even heel snel Wave 1 afgemaakt. Ja. Met filmen. We hebben namelijk bijna alle ballen opengemaakt. Totdat we de laatste 2 hadden. En dit is de eerste collectie die we compleet hebben. Ja, heel erg leuk. Maar dat komt ook omdat we een keer 1 doos hebben gekocht. Ja. Van deze heb ik vandaag 3 gehaald bij Top 1 Toys. En volgens mij zijn ze ook al te bestellen op bartsmit.com. Dus kijk zelf eventjes. Want bij de ene winkel zijn ze al wel. En de andere winkel hebben ze alleen nog met serie Wave 1. Dus die gaan we straks uitpakken. Ja. Maar we gaan nu even naar de video die wij gisteren al hebben opgenomen voor de computer. Met het computerprogramma waar wij mee werken. Om de juiste reactie uit te kiezen. En dan zie je ook dat we zeggen of de reactie klopt. En dan komen we zo weer terug. Dus wie gaat dit winnen? Je hoort het nu. En dit is het programma waar we mee werken. Het heet YouTube Random Comment Picker. Dan vul je hier de link in van de video van de winactie. Dit doen we voor de zoveelste keer, want we hebben net heel veel foute antwoorden gezien. We hebben 76 unieke reacties. Dat betekent dat er 76 reacties zijn. En daaronder staan dan reacties van ons of van de andere persoon. En we gaan starten en we hopen toch echt dat er nou een goede reactie uitkomt na zoveel keer filmen. Winnaar Merel, super leuk deze video. Ik hou van jullie gezelligheid in de video. Ik word zo blij van jullie en heb hele coole pakketjes. Ik doe mee in de winactie. De vorige had Jamila gewonnen en ik zag hem op een kamer. Oh, het liefje is even dinnen. Hij is zo mooi en ik hoop dat ik win. Maar ik gun het de andere meiden ook. Oh, Merel, je hebt gewonnen. Oh, na zoveel foute reacties. Oh my God. He, eindelijk. En wij weten, Merel, dat je abonnee bent. Want jij reageert al zo lang op onze video's. Ja. En je wilde het al zo lang winnen. En elke keer werd je niet uitgekozen. En ja, hier hebben wij absoluut geen... Nee, hier kunnen wij niks aan regelen. Nee. Dit wordt gewoon gedaan via de computer. Dus, lieve Merel, gefeliciteerd! Woehoe! Ja, gefeliciteerd! Merel! Dit pakket komt jouw kant op als je ons even een mailtje stuurt via info@sessiness.nl.
En dan zullen we even overleggen hoe dit bij je komt. Ja. Want het past niet door de brievenbus. Dus we moeten even overleggen. Ja. Heel erg gefeliciteerd. Dit was het laatste Essence pakket. Met zelfs nog 2 extra dingetjes erin. En de volgende winactie kunnen we ook alweer gaan starten. Want dat is bij 3000 abonnees. En die hebben we al gehaald. Maar die filmen we een ander keertje even. We gaan nu even wat anders leuks doen. Maar gefeliciteerd. Merel. Oké. Okay. Gaan we de pets openmaken? Ja. Oké, okay, ik wil beginnen met... Ja, ik heb wel gekeken met een zaklamp in de winkel. En het was echt een gok. Ik heb er 3 gekocht. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Oké, okay, ik ben echt een hele kriek. Maar goed, maakt niet uit, want het is namelijk gewoon hartstikke leuk om uit te pakken waar ze in. Oké. Okay. Komt-ie? Play it cool. Ik heb geen idee. Ja, maar we weten ook nog niet wat er in serie 2 zit. Of wave 2, nee. Hè? Ik heb geen idee. Nou, kijken of ik dat met mijn nagels kan. Ook krijg de hondjes lopen trouwens los. En er waren laatst een paar nieuwe abonnees die vroegen, wil je de hondjes even laten zien? Nou, dat willen we wel. Kom eens. Hey Avery. Dit is onze pup Avery. En die hebben we gehouden. Ja. En daar is die dan. Zeg maar even allemaal hallo. Hallo kijken. Kusje. Ja. En Ruby, kom maar. Ruby is de mama. En... Hop. Ruby springt zelf op de bal. Ja. En de papa die is een beetje te druk. Kom maar, dus Ruby. Kijk, hier is Ruby. Moet even optillen, denk ik. Oké. En de papa is even weg, want die maakt heel veel lawaai. Met zijn bordje. Ja. Hi Avery. En Avery lijkt heel erg op zijn moeder. Kijk ja. Maar eens. Hou je Ruby vast? Dus. Oh, kusjes. Oh, ja, heel lief. Het is echt sprekend zijn moeder, want zijn vader is echt een ontplofte tekkel met heel veel haar. Dus... Nou, niet letterlijk ontploft, maar nee. Oh! Oh my god! Rond de eerste bal, het is gelukt. Maar dan weet ik niet of die andere twee er waren, want die hadden echt een andere kleur met een zaklamp. Oh, maar we hebben onze eerste petsbal van wave 2. Oh! Stickertjes! Oké. Okay. Zal ik gewoon doorgaan, want ik maak hem toch samen open straks. Ja, dus... Nou, leuke dag. Iemand anders heeft gewonnen en wij hebben ook een soort van winnen. Oké. Hier, daar komt ie. 1, 2. Oh, het is een gouden bal. Oh my god, ik ben heel blij. Hou je vast deze kant? Ja, ik ben even... Kijken voor zakjes. 1, 2, 3. Nee, ik denk niet dat het kleine diertjes zijn, want volgens mij is het 1. 1. Dan kun je toch ook Royal Kitty krijgen? Ik ga gewoon de biertje gelijk uitpakken. Ja, nee, wacht. Eerst kleine zakjes? Ja. Oké. Okay. Nee, we hebben puppy! Van, wij hebben niet eens de, hoe heet ze? Queen Bee. Queen Bee hebben wij niet eens. Kijk dan! Een gouden flesje. We zitten een beetje raar in het licht vandaag. Oh, strik. Oh, super. Ja! Oh, we hebben haar. Een hondje zit hier bovenop ons. Hij is een fles vast. Kijk, hij is helemaal... Heb jij nog een zakje? Ja. Ik ook. Doe maar. Dat is dat schepje. Nou, dit is even. Oh, maar. Oh, wat mooi. Oh, die is helemaal beglitterd. Oh, je ziet allemaal... Poeperscooperschep. Jongens, ik ben heel blij. Nou, mag je het zakje uitpakken. De Ruby is er. Oké, 3. 2. 1. Ja! Oh, dat is zo mooi. Kijk, ze komt er vliegend uit. Oh, ze is echt zo mooi. Ik zei dat het zo was. Kijk, zet je hand erachter. Dat ik op het scherm kunnen krijgen. We zitten een beetje met licht te klooien, want het is al wat later. Nou ja, jullie zien het wel. Het glittert allemaal. Oh, een hele... Oh, het super. Nou, het zand. Ja, dus. Even gauw kijken. We hebben de andere petsballen ook geopend. Die hebben we wel gefilmd, maar die komen gewoon even achter elkaar geplakt zonder te praten. Alleen met muziek. En dan kunnen jullie zien welke we allemaal dubbel hebben. Want die gaan we verkopen en ruilen. Glitterzand. Roos met gouden glitters. Zo zie je het. Ja. Nou, schep alvast eruit. Kijken of het schoentjes zijn. Dan gaan we dat even buiten de camera eruit halen. Want... Of zou het nou in plastic komen? Want we vonden het zo irritant dat we de schoentjes steeds moeten uitscheppen. Nee? Nee. Maar wat is het dan? Schoentjes. Oh, echt? Oh, oh ja, nee. Hele kleintjes met zwarte pompoentjes. Laat maar even zien. Ja. Gaan we die even uitpakken buiten de camera. Maar laten we alvast even 1 zien. Zo ziet hij eruit als hij er trouwens uitkomt. Ja, met een zwart pompoentje. Maar je moet dus echt met een heel klein mini-puntig iets de schoentjes leggen halen. En we hebben ook de kaart, toch? Waar is de kaart? Op de kaart. Waar is de kaart? De kaart. Oh, hierachter. Op de kaart. Oh, ik ben echt heel benieuwd. Wij zijn nog blij. Wij zijn nog blij. Oh. Kusjes voor mij.
is helemaal blij. Of hij is helemaal blij. Oh my god. Ze hebben echt heel veel. En hoeveel is die? Die is geel. Dus rare. Die is rare. Ja, kijk maar. Want deze Kitty Kitty. Is ook gewoon rare. Oh, die is ook gewoon rare. En Sugar Pop en Spicy Kitty wil ik echt heel graag. Draai maar even naar de camera. Dan kunnen mensen ook even meekijken. Je moet het zelf even zien, heel rustig. Kijk, we hebben nou deze. Een nieuwe hamster. Die hadden we ook leuk gevonden. Ja, en er zijn twee nieuwe hamsters. Deze. En daar. En daar. En eentje is daarvan zacht en fluffy. En deze is ook speciaal samen met deze. De It Puppy is het? Of It Kitty, wat is het? Het is geloof ik helemaal. It Kitty. Is het kans? Ja. We gaan even het zand verder uitpakken. Ja. We zijn zo bij jullie terug. Doei. Doei. En zijn we weer. En we hebben haar aangekleed. En ze heeft hele kleine sandaaltjes aan. Ja. Met open teentjes. En ze heeft ook echt glitter oogjes, hè? Ja. Hele ogen zijn. Het lijkt namelijk nou net of het heel vaag is, maar ze zijn gewoon beglitterd. En op de kaart staat dat ze kan verkleuren. Dus, ik ben daar heel... Ik ook, heel benieuwd naar. Ja. Ik denk dat, oh kijk, het heeft een heel klein beetje streepjes. Zou ze een beetje een tijgertje worden. Ja, een bijtje. Puppy. Nou, daar gaan we. Ze is nou lichtbruin, als jij je hand erachter houdt. Ja. Of iets, we proberen het even, want het is een beetje... En... Oh! Oh, kijk dan. Kijk dan. Nou, dat is wel duidelijk, denk ik. Even. Ze krijgt overal streepjes. Zie je so dat? Pretty. Oh, was staat ze het ook helemaal donker of was dat ja, zo? Ja, nee, het is helemaal donker. Oh, het is echt een bijtje. Stoer. Ik was ook nog spugen of zo. Ik denk spugen dan. Ja, dat denk ik ook. En de meesten die kunnen verkleuren kunnen... chips. Daar ging die al. Ja, dit is een kotser. Oh. Nou, ik vind het echt super gaaf. Wacht, ik pak een doekje erbij. We hopen dat jullie deze video ook leuk vonden. Nog gefeliciteerd natuurlijk aan Merel. En ja. We houden snel weer een nieuwe winactie. Maar we hopen natuurlijk ook dat jullie het leuk vinden om gewoon naar onze video's te kijken zonder winactie. Ja, want... Ja, we hebben ook een hele hoop vervelende reacties gehad. Je kunt bijvoorbeeld het woord stomme reacties ook niet invullen of stom. Want stom hebben we geblokkeerd. En dat is niet omdat we de leuke reacties met het woord stom willen vermijden. Maar het is nog op een andere manier gebruikt. Ja. En ook... Dat we dood mochten vallen en zo. Ja. En, oh ja, sommigen vroegen zich ook af waarom Innie make-up gebruikt en nog wel met speelgoed bezig is. Ja, zulke dingen gaan we ook niet vragen aan Onne Die, Dionne. Waarom ze tatoeages heeft en speelgoed uittest. Of meisje Jamila. Ja. Dus dat vonden we echt een beetje flauwkul. Je mag natuurlijk van alles houden waar je zelf van wilt houden. Oké, dat was de camera, Avery. En je mag ook zelf weten wat je neerschrijft. Alleen wij hebben iets geleerd. Ja. Als je, en dat hebben we net ook gezien bij Dionne in de video. Als je bij onze afspeellijst even kijkt, zie je de video over haatreacties van Onne Die. En daarom gaan wij er verder nou niet op in. Dat kun je daar gaan bekijken. Ja. En daar zegt zij, en zo hebben wij het ook eigenlijk geleerd. Als je niks aardigs hebt om te zeggen, zeg dan maar gewoon niks. En als iemand zegt dat waarom ik make-up draag... En dat je dat leuk vindt? Ja. Mag en dat weten. Doet mij niks, want ik blijf gewoon make-up dragen. Ik vind dat leuk. Hey, bedankt voor het kijken allemaal. Doe een duimpje omhoog. Abonneren. Druk op het belletje. Ja. En abonneer, abonneer, abonneer hier op ons kanaal. Woe. Yeah. Helemaal bedankt voor het kijken. Mwah.